بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Beste kijkers wederom heet ik jullie van harte welkom bij een nieuwe les van eh het Arabisch volgens de Mandina methode deel 1. En we zijn dit keer aangekomen alweer bij les 10. Het gaat ontzettend goed als je hier al bent. Uh, ja, zoals je al hebt kunnen merken, hè, begint het nu wat moeilijker te worden. Maar aan de andere kant begint het ook wat interessanter te worden. We krijgen nu wat meer langere zinnen, we krijgen wat meer grammatica-stof erbij. En alles wat, op, wat een keer moeilijk is, dus alles wat moeilijk is, wordt op een keer makkelijk. Ja? Uh, je, je, je moet gewoon veelvuldig oefenen, maar je moet daarbij ook. De tijd geven om het te laten bezinken. Dus niet de volgende dag gelijk weer verder met de nieuwe les. Even twee dagen rust en dan weer je oude les herhalen. En dan ga je vervolgens weer met de nieuwe les. Dus het heeft tijd nodig, dat is wat ik wil zeggen. Nou, we zijn aangekomen bij les 10. En even kijken. Dat is op bladzijde 45. We beginnen eerst met het Nederlandse boek. Want daar krijgen we te zien wat we tegen gaan komen in les 10. Platzijde 45 van je Nederlandse boek, les 10. Mismilla. In deze les leren we het volgende. Nummer 1. De bezittelijke voornaamwoorden. K. K betekent jou tegen een man. Ja? Hoe betekent zijn. Ha betekent haar. En een ja met een soekoen erop betekent mijn. En dan, dat klinkt zo. I als een lange I. Nou, we hebben voorbeelden nodig, kijk. We zien hier staan kitabuka. Kitabuka bestaat uit twee woorden. Al lijkt het op één woord, maar het bestaat uit twee woorden. Het eerste woord is kitabu. Kitabu betekent boek. En het tweede woordje, dat is ka. En ka betekent jou, maar dan tegen een man. Dus als ik zeg kitabuka, dan zeg ik jouw boek. Tegen een man praat ik dan. Ja? Je kan niet Kitabuka tegen een vrouw zeggen. Als je tegen een vrouw wil zeggen, jouw boek, dan moet je niet zeggen Ka, maar Ki. Dus dan in plaats van die Fatha, ik hou even dat blauwe kleurtje weg. In plaats van een Fatha zet je een Kasra. Maar ja, dat komen we later tegen. We, we behandelen nu eerst jou tegen een man. <coughs> dus Kitabuka. Betekent jouw boek? Dit zijn twee woorden. Dus het is een samenstelling. Een samenstelling bestaat minimaal uit twee woordjes. En dat is hier ook het geval. Nou, wat voor een samenstelling is dit? Is dit man'oud en naad, een bijvoeglijke samenstelling? Dan zeggen jullie nee. Hier gaat het om een bezitconstructie. En voor de bezitconstructie hebben wij de volgende koppel. Namelijk, we hebben moedaf. Oh, sorry. Ik ga typen. Mudaf en na die mudaf, we doen van rechts naar links, na die mudaf komt een mudaf ilay, zie je? Dus dat betekent dit stukje hier kitabu, dat is mudaf. En wat waren de regels met betrekking tot mudaf? Het mag geen al hebben en geen tanwin. Nou, laten we even kijken naar het woordje kitabu of die aan deze regels voldoet. Kitabu heeft geen l, hey, dat klopt. En het heeft geen tenuïn, Kijk, die tenuïn is weg, zie je dat? Nou, als dit de mudaf is, dan is dit stukje. Even kijken, dan is dit stukje mudaf ilay, ja, mudaf ilay. Ik kort dat af met mi. Mudaf ilay. Nou, wat waren de regels met mudaf ilay? Elke mudaf ilay moet kasra krijgen. mudaf ilay moet kasra krijgen. Maar die ka heeft geen kasra, maar een fatha. Dat komt omdat deze bezittelijke voornaamwoorden zijn onveranderbaar. Onveranderbaar. En onveranderbaar noemen ze in het Arabisch mabni. We zijn een paar onveranderbare woorden al tegengekomen. Hè? Zoals het woordje man. Man betekent wie. En als je li ervoor hebt, dan betekent het van wie. En li geeft kasra aan het volgende woord. Maar we zagen dat man geen kasra krijgt, omdat het woordje man uh, onveranderbaar is. Dus zo ook. Welke woorden zijn nog meer mabni, onveranderbaar? Dat zijn de bezittelijke voornaamwoorden: dama'ir worden ze in het Arabisch genoemd. Dama'ir. Zijn onveranderbaar. En later, uh, wanneer we bij het stukje komen waar we jou tegen een vrouw gaan leren zeggen, dan kan je de volgende argument ook nog bij toevoegen. Zouden we deze k ka een kasra geven, dan wordt het ki. Dan is er niet meer jouw boek tegen een man, maar jouw boek tegen een vrouw. Dus de betekenis verandert dan ook. N namelijk, uh, je praat dan niet meer tegen een man, maar tegen een vrouw. Dus dat is, zou een tweede argument kunnen zijn dat deze bezittelijke voornaamwoorden niet beïnvloedbaar mogen zijn. Nou, wat we dan zeggen is: dat woordje K is modaf-ileh. Hij is in de kasra-positie. Maar omdat die onveranderbaar is, blijft die zoals die is. Dus die K blijft K. Ka. Dit, dit hier, Kitabuka, is een samenstelling. Wat voor een samenstelling? Een modaf Mudaf-Ile-samenstelling. Waar het woordje Kitabu Mudaf is. En het woordje Ka Mudaf-Ile is. En in de kasra positie bevindt. Maar, nu komt die aanvulling. Omdat het woordje Ka onveranderbaar is. Blijft die zijn fatha gewoon behouden. Ja? Want zodra je dit gaat uitleggen aan iemand, dit is een Mudaf en dit is Mudafille, dan gaat die persoon gelijk vragen: waarom heeft hij dan geen kasra? Want ik heb geleerd alle Mudafille moeten kasra hebben. Nou, dan zeg je: omdat het onveranderbaar is. En waarom is het onveranderbaar? Ja, je kan zeggen: omdat het nou eenmaal zo is. Maar je zou ook nog kunnen zeggen: kijk, zou je het een kasra geven? Dan zou het vrouwelijk worden. En dat willen we niet. We willen tegen een man praten. Dus dan moeten we zeggen K. Goed. Nou, dan gaan we naar het volgende. Kitabuhu, zelfde constructie. Namelijk, dit is het eerste woordje. En dat hu is het tweede woord. Alleen hu betekent zijn. Dus kitabuhu betekent zijn boek. Ja? En dit is de mudaf. En dit is de mudaf-ilei. En waarom heeft dit dan geen kasra? Want het is toch mudaf-ilei. Dan zeg je: alle bezittelijke voornaamwoorden zijn onveranderbaar. Mabini. Ze blijven zoals ze zijn. Ja? Zouden we het een. Uh, nee, dat is de reden. Klaar. Volgende constructie. Kitabuha. Ook een moedaf moedaf ile constructie. Waar het woordje Kitabu het eerste woord is. En het woordje ha. Het tweede woord. Het tweede woord. En dan volgende. Kitabi betekent mijn boek. Waarbij het woordje Kitabi met die kasra hier. Boek betekent en. Die ja betekent mijn. Alleen wat zien wij? Het bezittelijk voornaamwoord voor mij, hè, die, uh, ik pak even een ander kleurtje, mijn, het bezittelijk voornaamwoord van mijn, zorgt ervoor dat de klankuitgang i wordt. Dus dat betekent dat die dhamma, hè, van die ba, die wordt noodgedwongen veranderd in een kasra. Waarom? Dat komt door die ja. Die ja met de soekoen erop, hè, dat betekent mijn, die zorgt ervoor dat het vorige woordje noodgedwongen een kasra gaat krijgen. Ja? Dus eigenlijk stond er dit: Kitabu en dan i. Maar ja, dat kan niet. Dus vandaar dat dit weg is gegaan en plaats heeft gemaakt voor uh, ja, een kasra. Want een kasra die past bij een ja met soekoen: i. Goed. Dus, Kitabuka, jouw boek. Kitabuhu, zijn boek. Kitabuha, haar boek. En Kitabi, mijn boek. Nou, nu is jullie vraag, hoe zeg je dan ons boek, jullie boek? Dat gaan we allemaal later leren, ja? Nou, wat zegt hij vervolgens? Deze bezittelijke voornaamwoorden, hè, deze hoe, ha, i en k, zijn geen volwaardige woorden, ze zijn als achtervoegsels. Die verbonden worden aan de naamwoorden. Wat ze hiermee bedoelen is dit. Kijk, als ik hier het woordje Kitabun schrijf dan, en ik vraag, is dit een woord? Dan zeggen jullie ja, dit is een woord, een volwaardig woord. Maar als ik hier K zet, K betekent jou, is dit een woord? Dan zeg je nee. In zijn eentje kan die niet staan. Hij moet verbonden zijn met een ander woord, waardoor die dan een nutvolle betekenis krijgt. Dus dat is wat ze hier bedoelen. De bezittelijk voornaamwoorden zijn geen volwaardige woorden. Ja? Oké, okay, nou nummertje 2. Wat gaan we nog meer tegenkomen? Zoals we hebben gezien is jouw boek kitabuka en zijn, uh, en, en zijn boek is kitabuhu. Dus jouw boek is kitabuka en zijn boek is kitabuhu. Maar het woordje voor vader is abun. Abun betekent vader. En het woordje voor broer is agun. Maar wanneer ik wil zeggen, jouw vader, dan zou je eigenlijk gewoon zo moeten doen. Dus je hebt abun. Abun. En ik wil zeggen, jouw vader, nou dan moet ik een k erachter plakken, toch? Nou, dit is dan mudaf, dan moet ik al weghalen en tenwien. Dus tenwien gaat weg, zo. En dan plak ik die K erachter. Nou, kan ik die BA en die K aan elkaar koppelen? Jawel hoor. Kijk, dan wordt het zo. Dus dit is die Hamza. Zo. En dan heb je die BA hier. En dan ga je die K zo erachter plakken. Zie je? Abuka. Maar zo zeggen de Arabieren dat niet. En zo ook met het volgende woordje. Agun. Kijk, Agun betekent broer. En ik wil zeggen jouw broer. Nou, dan zou je zeggen: makkelijk, gewoon K erachter plakken. Dit is dan Mudaf. En dit is mudafile. Dus die tenuin moet je weghalen. Zo. En dan ga ik, zo, ga ik die ga vast ook schrijven aan die kaaf. Dan, dan ziet het er zo uit: A-G-K. Zie je? a -ka, jouw broer. Maar zo zeiden de Arabieren dat niet. Met deze twee woorden deden de Arabieren iets bijzonders. En wat is dat? Als ze wilden zeggen, jouw broer. Of jouw vader. Dan, ze, dan plaatsen ze er een wauw ertussen. Zie je? Deze wauw komt ertussen. Tussen die ga en de kaf. Dus dan zegt ze aghuka. En niet aghuka. Dus hij, een extra wauw dient tussen de mudaf en de mudaf ile te worden gevoegd. Bij deze twee woorden. Bij abun en aghun. Op dezelfde manier zijn vader is niet abuhu. Nee. Maar Abuhu, zie je? Zijn vader. Dus als ik wil zeggen: jou, jouw vader, dan moet ik niet zeggen Abuka, maar dan moet ik een wow hier tussen zetten. Dus hier, hier tussen komt een wow. En hier ook. En dat is alleen maar bij het woordje Abu en bij het woordje Agun. Gelukkig. Bij alle andere woorden is dat niet het geval. Ja? Dus wil je zeggen: jouw vader? Of zijn vader, maakt niet uit. Of haar vader, maakt niet uit. De regel is dit. Het woordje abun. En het woordje agun. Als zij moedaf worden, bezit worden. Ja, bij familierelaties kan je niet echt spreken van een bezitsrelatie, ja? Maar dan zeg je meer familierelatie. Dus wil je zeggen zijn vader, jouw vader, haar vader, mijn vader. Uh, nee, niet mijn, bij mijn vader gebeurt dat niet. Dan, dan moet je een wauw ertussen plaatsen. Dus abun betekent een vader. Ja, een vader. En abu, zo. Abu betekent vader van. Puntje, 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 puntje. Want die, die mudafile, die moet nog komen. Zo ook ik oh, Even een streep hier tussen. Agun betekent een broer. Maar wanneer je wil zeggen broer van. Dan moet je een wou ertussen plaatsen. Dus dan zeg je. ahu, Zie je? En ahu betekent. Broer. Van. Puntje, 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 puntje. Want de modafile moet nog erger komen. En dan mag je zelf die modafile bepalen. Wil je zeggen broer van jou? Broer van hem? Broer van haar? Maakt niet uit. Ja? Maar. Maar. Wil je zeggen broer van mij? Bij mij gebeurt dit niet. Als je wil zeggen, mijn vader. dan moet je gewoon die ja erachter plakken. Abi is mijn vader. Zie je? Behalve bij mij. En Agun ook. Dat woord aghi. Aghi betekent mijn broeder. Mijn, mijn broer. Mijn broer. En dat hoor je soms ook bij de moskee, toch? Dat iemand tegen jou zegt: Aghi, aghi. Aghi betekent mijn broer, mijn broer. Ja? Mijn broeder. Dus hier komt er geen extra wow. Dat is alleen maar bij mijn, ja? Nou, dit komt wel hoor. Je hoeft niet uh, uh, gestrest te raken door gewoon oefeningen te maken. En uh, er zit een mooie oefening bij. Dus dit komt wel goed, ja? Door veel te herhalen, wordt het makkelijk. Goed, uh, let op het volgende. to Muhammadin. Het huis van Mohammed. Dit is Mudaf. Dat mag geen al hebben, geen tenmin. Zo weet ik, hey, dit is bezittelijk. En dan komt de bezitter, Mohammed. En de bezitter is Mudaf. Die krijgt altijd kasra. Het huis van Mohammed. Maar wie zeggen? De vader van Mohammed. Dan zeg je Abu Mohammedin. Kijk, vader van, dat is hier hè? Vader van Mohammed. Ahu Mohammedin. De broer van Mohammed. Zie je? Nou, dan komen, komen we bij het volgende stukje. Mijn vader en mijn broer krijgen geen extra wauw. Dus abi betekent mijn vader. Aghi betekent mijn broer. Of broer van mij, vader van mij. Hier zien we geen extra wauw. Zie je? Nou, hoeveel zijn er eigenlijk van zulke woorden? We hebben nu twee geleerd. Hè? Abun. Abun krijgt een extra wauw. En het woordje agun. En hoeveel zijn er nog meer van zulke woorden die een wauw krijgen wanneer ze bezittelijk worden? Er zijn vijf woorden die deze extra wauw krijgen wanneer ze Moldaaf zijn. Je hebt er nu twee geleerd en je zult de andere drie in de toekomst leren, inshallah. Zie je nou, twee gehad, drie te gaan. Nummertje drie, wat gaan we nog meer leren? We hebben geleerd dat het woordje inda bijbetekent. Het wordt ook gebruikt om het idee van hebben uit te drukken. Bijvoorbeeld. Aindaka kalamun, die A op het begin geeft aan dat we nu een vraag gaan stellen. Aindaka kalamun, heb jij een pen? Zie, ainda betekent hier heb. Maar letterlijk vertaald staat er, is er bij jou een pen? Aindaka is er bij jou kalamun, een pen. Maar dat is geen mooie vertaling, dus we vertalen het met heb jij een pen? Ja? En het volgende woordje na inda, die krijgt altijd kasra. Maar waarom heeft die k geen kasra? Omdat bezittelijke voornaamwoorden zijn onveranderbaar. Anders, die k geeft aan, ik praat nu tegen een man. Zou ik zeggen a ki, dan praat ik tegen een vrouw. Dan zou die man er niet blij mee zijn. Als je in het Arabisch tegen een man zegt ki, dan kan die boos worden. Dan zegt hij, ik ben geen vrouw. En omgekeerd ook. Zeg je in plaats tegen een vrouw, K in plaats van Ki, dan wordt die mevrouw boos, dan zegt ze: Ik ben geen man. Dus hier moeten we opletten. We gaan hier veelvuldig mee oefenen hoor. Maar we zijn Ki nog niet tegengekomen. Dus dat komt nog wel, ja. Uh, maar het woordje Inda geeft dus eigenlijk Kasra ja, aan het volgende woord. Maar omdat K onveranderbaar is, blijft die gewoon hoe die is. Nou, nummer 4. We hebben geleerd dat het zo: Li, behoort tot of behoort aan. Van of voor betekent? Ja? Je, je moet bij de context kijken. Of aan de context moet je zien welke vertaling het mooist past. Wanneer het geconnecteerd wordt aan de voornaamwoorden, hè, dus je gaat li bijvoorbeeld plakken aan ka, dan moet je de li een fatha geven. Dus als je wil zeggen van jou, li ka, dan moet je die li een fatha geven. Laka. Laka betekent van jou. Oorspronkelijk was het li. De regel is, wanneer je de li gaat koppelen aan voornaamwoorden, hè, dan moet je die kasra fatha maken. Li plus ka wordt laka. Li plus hu wordt lahu. Li plus ha wordt laha. Nou, wat betekent laka? Van jou. Lahu betekent van hem. En laha betekent van haar. Hier staat twee keer van. Dat moet uh, één keer van worden. Uh, even kijken hoor, welke bladzijde is dit? Bladzijde 46. Dan noteer ik dat heel even, dat we dat typfout dan eruit kunnen halen. Eén momentje hoor. Bladzijde 46 was het. Ja. Oké, okay, genoteerd. Maar wanneer je wil zeggen van mij... He, dan krijg je die ja he, van mij. En wat deed die ja van mij? Die zorgt er uh, noodgedwongen voor dat het vorige woordje kasra krijgt. Dus bij li van mij krijgt het een kasra en geen fatha. Ja? Want die ja van mij is ook een voornaamwoord toch? Dan zou je zeggen: Oh, nou, als ik li koppelt aan een voornaamwoord, noem die kasra een fatha woorden. Maar hier geldt die regel niet. Hier blijft het gewoon een kasra. Goed. Dus, wil je zeggen van jou, dan doe je li plus ka en dan maak je van die li een fatha, dan krijg je laka. Uh, li plus hoe wordt lahu. En li plus ha wordt laha. Ja? Merk op, li achun betekent ik heb een broer. Maar letterlijk vertaald betekent het een broer behoort aan mij. Li famun betekent ik heb een mond. Maar letterlijk vertaald zou het betekenen een mond behoort aan mij. Ja? Als ik vraag aan jullie hoeveel woorden zien jullie hier staan, dan zeggen jullie twee woordjes. Het eerste woordje is li en het tweede woordje is de ja van mijn. Ja? Dus uh, ja, goed. Het is verkeerd om indi achun te zeggen. Of indi famun te zeggen. Omdat het woordje inda gebruikt wordt voor dingen die scheidbaar zijn. Relaties en lichaamsdelen zijn niet van deze aard. Dus nog een keer. We hebben het woordje inda. We hebben het woordje li. Nou, als je wil zeggen ik heb een broer. Dus hebben. Hè, het gaat om het werkwoord hebben. Inda wordt gebruikt voor hebben. En li wordt ook gebruikt voor hebben. Maar nu is dan de vraag: wanneer gebruik ik li en wanneer gebruik ik ainda? Dan zeggen ze: li wordt gebruikt voor twee dingen. De eerste is relaties, familierelaties. En de tweede is lichaamsdelen. Dus wil je zeggen: ik heb een oog. Dan zeg je li einun. Want oog is een lichaamsdeel. Zie je? Wanneer gebruik je dan INDA? Inda wordt uh, gebruikt bij voorwerpen. Ja, voorwerpen. Bijvoorbeeld, je wil zeggen: Ik heb een pen. Dan zeg je, Indi. Indi. Zo, met een ja erbij, hè, want die ja betekent mijn. Ik heb, bij, letterlijk vertaald, bij mij is. Letterlijk vertaald, bij mij. Maar hier vertaal je het met hebben. Ik heb, 'qalamun' een pen. Nou. Pen is een voorwerp, dus dan ga ik niet zeggen li-qalamun. Nee, dan gebruiken de Arabieren het woordje inda. Dus nog een keer, het woordje li en het woordje inda kunnen gebruikt worden voor het werkwoord hebben. Wanneer gebruik je dan li? Als het gaat om relaties of lichaamsdelen. Als je wil zeggen, ik heb een oma, ik heb een oom, ik heb een neef, ik heb een nicht, ik heb een zoon, ik heb een dochter. Dat zijn allemaal relaties. Dan gebruik je het woordje li, deze. Of je wilt het gebruiken voor lichaamsdelen. Ik heb een haar, ik heb een oog, ik heb een oor, ik heb een been, ik heb een arm. Dan gebruik je ook li. Maar gaat het om voorwerpen, ik heb een computer, ik heb een auto, ik heb een fiets. Dan gebruik je het woordje inde. Oké. Okay. En natuurlijk, je kan hiermee uh, combinaties maken, hè. Dus hier staat allemaal ik heb. Maar je kan ook zeggen jij hebt. Dan zeg je inda. En dan een ka erachter. ka. Kijk, ik kan het niet vast aan elkaar schrijven. Maar ik moet het wel achter elkaar schrijven. Omdat ze samen horen, ja. Dus je moet niet spaties ertussen zetten. ka jij hebt. Nou, noem een voorwerp. Auto, jij hebt een auto. ka Indaka seyaratun. Zie en ik praat hier tegen een man. Hè? Want K is voor mannen. Uh, maar als ik wil zeggen: Jij hebt een oog. Dan zeg ik: in, uh, Sorry, niet Inda, maar uh, Li. Hè? Li plus Ka. Hé, hey, dan moet ik die Li een fatha geven. Dus dan krijgen we het volgende: Lekka, jij hebt een oom. Lekker, een Of jij hebt een oom. Dan is het uh, Laka Ammon. Jij hebt een oom. Voor uh, lichaam, en relaties gebruik je het woordje Li. Oké, okay, nou, dat gaan we dus ook tegenkomen in les 10. Wat gaan we nog meer tegenkomen? We hebben geleerd dat het woordje Zahaba hij ging betekenen. Nu leren we dat Zahabta, kijk er is een ta bij gekomen, jij ging betekenen. Dus deze Zahab is het werkwoord, want een werkwoord bestaat altijd uit drie stamletters. Nooit vergeten. Werkwoorden bestaan uit drie stamletters, soms uit vier. Maar negen, 95% van alle werkwoorden hebben drie stamletters. Er, zijn, er is maar 5% van de werkwoorden die vier stamletters hebben. Dus als je een keuze moet maken, heeft het drie stamletters of vier en je moet gokken, gok dan op drie. Ja? Jij ging bestaat uit twee woordjes. Het woordje ging en het woordje jij. Zie je dat? Nou, ging moet uit drie stamletters bestaan. En dat is hier. ZAH-HA-BA. Dus dit kleur ik ook geel. Dan is mijn vraag: waar staat het woordje jij? Dan zeggen jullie: dat is die ta. Zahabta betekent jij ging. Jij bent gegaan. En dat is dan mannelijk enkelvoud. Als ik zeg jij ging, zahabta, dan praat ik tegen een man. Ik kan niet tegen een vrouw zeggen, zahabta. Ja? Hoe zeg ik dan tegen een vrouw jij ging? Dat leren we later. En zahabtu betekent ik ging. Hé, hey, waar staat het woordje ging? Dat, dat is een werkwoord. Dat bestaat dus uit drie stamletters. Nou, dat is dan de zaal, de ha en de ba. Waar staat dan het woordje ik? Dat is dan de toe. Zie je? Dus, Zahaba betekent hij ging. Zahabta betekent jij ging. En Zahabtu betekent ik ging. Nou, ik hoor jullie al denken. Of zelfs zeggen. Als hier het woordje ging, Zahab is. En hier ook ging. Zahab is. Die zaal, ha en de ba. De drie stamletters. En de ta is hier jij. En de toe is hier ik. Waar staat dan hier hij? Ging. Er zijn de drie stamletters. 1, 2, 3. Waar staat dan het woordje hij? Want ik heb geen letters meer over. Hier staan maar drie letters. Dan zeggen we: Het woordje hij is er wel, maar je ziet hem niet. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Met andere woorden, hij is dus verborgen. Het onderwerp van een werkwoord is heel vaak zichtbaar. Ja? Als, als, als er een auto rijdt, kan je heel makkelijk door de vo, uh, uh, voorruit of door, via de zijruit kijken wie de bestuurder is. De meeste van de gevallen kun je dat zien. Maar soms zie je een auto rijden en je kan de bestuurder niet zien, want hij heeft getinte ramen. Je kan hem niet zien. Er rijden auto's rond met getinte ramen. Dus zo ook bij de meeste werkwoorden kun je de bestuurder zien, kun je het onderwerp zien. Je kan hem heel duidelijk ook aanwijzen. Maar soms komen er van die werkwoorden langs rijden, die een getinte raam hebben, waarbij je de auto wel ziet, het werkwoord wel ziet, maar de bestuurder zie je niet vanwege het getinte raam. Nou, wij no zeggen dan, het onderwerp is er wel, maar hij is verborgen. In Arabisch noemen ze dat, mustatir. Ja, dus verborgen noemen ze, mustatir, mustatir en dat schrijf je zo. Musta musta tirun mustatir mustatirun eigenlijk uh, Zo mustatirun maar als je stopt met lezen dan spreek je die laatste klinkers niet uit dan zeg je mustatir. Mustatir betekent verborgen. Dus in Arabisch zeggen ze zo. Uh, Zahaba fi'lumadhin, het is een verleden tijd werkwoord, fa'iluhu, okay. zijn onderwerp, mustatir. Oké, taqdiruhu hua. wij veronderstellen dan het woordje hij ervoor. Dus het woordje hij zie je dan niet. Maar we gaan hiermee later oefenen hoor, met onderwerpen bij werkwoorden die verborgen zijn en uh, onderwerpen bij werkwoorden die zichtbaar zijn, meestal zijn ze zichtbaar ja? ik, vergelijk, ik vergelijk het altijd met een auto en een bestuurder de auto is het werkwoord en de bestuurder is het onderwerp meestal zie je de, het onderwerp wel de bestuurder van een auto zie je heel vaak wel maar soms heb je getinte ramen dan kan je de bestuurder niet zien maar ja overigens dat mag niet in Nederland hè? De, 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 de bestuurdersraam mag je niet uh, uh, getinte ramen zetten bestikkeren Anders krijg je boete. Zo heb ik het ooit gezien. Bij uh, zo'n programma waar ze de, de, de werk, het werk van een politieagent volgen. En dan krijgt een bestuurder een boete. Want de achterramen mag je wel uh, getint maken. Maar de zijramen van de bestuurder mag je niet uh, getint maken. Zodat we altijd de bestuurder kunnen zien. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Ja, dus heel vaak bij werkwoorden zie je heel duidelijk de drie stamletters. Drie, niet twee, niet één, maar drie. En na de drie stamletters zie je heel vaak de bestuurder, hè? het onderwerp zie je dan. Goed? Nou, laten we voorbeeld kijken. Zahaba hadden we al gehad in het verleden. Azahabta ja? il al madrasa til yoma die a is om een vraag te stellen. Zahabta betekent jij ging of jij bent gegaan. Maar met die hamza erbij wordt het vragend. Ben jij gegaan. Ilal madrasati. Naar school. En ila geeft kasra. Hè? Altijd. Dus daarom is het madrasati. Al yawma. Al yawma betekent vandaag. Ja? Kijk, al dat had ik eerder verteld. Hè? Al yawmu Met een damma. Betekent de dag. Maar. Goed opletten. Als ik deze damma verander. In een fatha, dat betekent het niet meer de dag, maar dat betekent het vandaag. Want het geeft dan tijd aan. Vandaag geeft tijd aan. En alles wat tijd aangeeft, noemen we zarf-zamaan. Ja, dit, dit zijn we nog niet tegengekomen in de theoriestoffen, maar die gaan we later tegenkomen. Maar ik vertel het jullie alvast. Ik heb het jullie al eerder verteld over zarf zaman. Alle woordjes die zarf zijn, krijgen een fatha. Ja. Je mag het ook weer vergeten hoor. Dus, uh, ik, maar ja, wanneer we daar aankomen, dan zul je denken van, oh ja, dit, dit komt mij bekend voor. Dit heb ik wel eens eerder gehoord. Vandaar dat ik vaak wat extra dingen vertel. Maar je, je moet je niet gaan uh, zorgen maken of stressen. Je mag heel veel dingen ook weer vergeten. Ja? Ben jij gegaan naar school al vandaag? Wat zegt die jongetje dan? Naam. Ja, hebben toe. Ik ben gegaan. Zie je? Waar staat ik? Die toe. Toe is ik. En waar is, zijn de drie stamletters? Zal, ha, ba. Altijd heb je drie stamletters nodig. Altijd. Of het nou verleden tijd is, tegenwoordige tijd is, of opdrachtgevend. Ga naar school. Dan moet je ook drie stamletters hebben. Altijd. Ja. Altijd zijn er drie.

is een werkwoord die opdracht geeft. Qi betekent bescherm. Bescherm. Na betekent ons. Zie je, drie woordjes. En bescherm ons. Waqina azaban nar. Bescherm ons tegen de straf van het vuur. Met vuur wordt hier de hel bedoeld. Nu vraag jullie je af, hey, qi is een werkwoord in de vorm van opdracht geven, maar het is een werkwoord, dan moet het drie stamletters hebben. Ik zie hier maar één letter. Nou, kan het dan zo zijn dat dit werkwoord maar één stamletters heeft? Nee, kan niet. Altijd moeten er drie zijn. Er is maar 5% van de werkwoorden die vier stamletters hebben. De meeste hebben drie stamletters, maar ik zie hier maar één staan. Dan zeggen jullie, dan zijn er twee stamletters komen te vervallen. Hij heeft wel drie stamletters. Dit heeft drie stamletters. Wat zijn die drie stamletters van beschermen? Wow, Qaf en de ja. Alleen is deze komen te vervallen. En deze is ook komen te vervallen. Dus ons staat nog hele leuke theorie te wachten met werkwoorden. Eerst gaan we gewoon de werkwoorden leren hoe ze zich normaal gedragen. En daarna gaan wij de bijzondere vormen uh, leren, ja? ik, ik wil het geen afwijkende vormen uh, noemen, want ik, ik noem het bijzondere vormen. Hè? In sommige situaties gaan uh, stamletters wegvallen. Ja? wat ik wil zeggen is dus dit: een werkwoord heeft altijd de drie stamletters. Kijk, drie. Zo, ik zal zelfs inzoomen dat jullie dit niet meer vergeten. De drie stamletters, niet twee, niet één, altijd drie. Er is een klein, klein groepje die niet drie heeft, maar vier. Maar dat is maar vijf procent. Goed? Oké. Okay. Nou, alles wat ik heb verteld mag je weer in de prullenbak gooien. Zah dit moet je onthouden. Zahaba betekent hij ging, waarbij hij verstopt is. Zahabta betekent jij ging tegen een man, waarbij Zahab de drie stamletters ging betekent. En die ta betekent jij. Zahab toe betekent ik ging. Waarbij zahab ging betekent. En toe ik betekent. Ja? Oké, okay, nou ik heb als het goed is oefeningen gemaakt. Kijk, hier zo. Dit is om even wat te oefenen. Kijk, ik heb drie kolommen gemaakt. Maar let op, dit zijn allemaal werkwoorden in de verleden tijd. Ja? Tegenwoordig tijd gaan we later leren hoe dat eruit ziet. Wil je zeggen hij vorm dan heb je altijd drie stamletters. Zahaba hij ging. Waar staat ging dan zeg je de drie stamletters. Waar staat het woordje hij dan zeg je die is verborgen. Dus de kenmerk van hij is verborgen. Verborgen. Mustatir noemen ze dat in het Arabisch. Hoe kan je weten dat een werkwoord zich in de hij-vorm bevindt? Doordat je de drie stamletters ziet en geen onderwerp. Het onderwerp is verborgen. Zo weet je van, hé, hey, dit is de hij-vorm. Jij tegen een man zeg je zahabta. Zahabta betekent, kijk, de, deze eerste drie. Ik doe het met de pen. Dit eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Dus dit hier is mijn werkwoord ging. En dan dit stukje ta, dat is jij. Dus wat is kenmerk van jij? Dan zeg je ta. Ta op het eind is een kenmerk van jij tegen een man. Ja? Zahabtu betekent ik ging. Nou, ging is eerste stamletter zal. De ha is tweede stamletter. En de ba is de derde stamletter. Dit samen is het werkwoord ging. Waar staat dan ik? Dan zeg je dat is die toe. Dus het kenmerk van ik is niet ta, maar toe. Zie je? En ik hoor jullie al denken, jullie denken best wel veel hoor vandaag. Ik hoor jullie al denken: hé, hey, maar Arabisch is toch eigenlijk zonder klinkers? Want deze klinkers zijn eigenlijk hulptekens, omdat jij kan nog geen Arabisch leren. Maar als jij een brief stuurt naar een Arabier met klinkers, voelt hij zich beledigd, van denk je dat ik soms niet kan lezen? Dus eigenlijk, wat hier staat en wat hier staat, is dit. Goed kijken. Dit is wat hier staat en wat hier staat. Vergelijk maar. Ik ga even alles weg, weggummen, dan kan je dat heel goed vergelijken. Zo. Kijk maar. Zal, ha, ba. En dan de ta. Dan hoe weet ik of hier nou staat... Zahabta of Zahabtu. Dan zeggen ze dat zie je aan de context van de zin. Ja, dat zie je aan de context van de zin. Uh, even. Goed. Nou, kijk maar nu. Uh, gewoon door veel te zien en verhalen worden die dingen makkelijk. Jalasa betekent hij zat. Hoe weet ik dat? Ik zie drie stamletters en geen tu of ta. Dus dit moet de hij-vorm zijn. Want bij de hij-vorm is het onderwerp verborgen. Jim, eerste stamletter. Laam, tweede stamletter. En Sien, derde stamletter. Ja? Nou, wat betekent Jalasta? Dan zeg je gelijk, hey, die Jalasa weet, ik heb geen idee wat dat betekent. Maar die ta is jij, die kan ik alvast invullen. En hiertoe is ik, die kan ik alvast invullen. Nou, hier heb je al afgekeken. Oh, Jalassa is zat. Dus jij zat. En hier ik zat. Kijk, zo makkelijk is zijn werkwoorden in het Arabisch. Zie je? En hier ook, volgende. Eigenlijk heb ik het jullie al te makkelijk gemaakt. Ik, 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 ik ga het zo doen. Zo, kijk, zo. Fataha, eerste stamletter. Tweede stamletter, derde stamletter. Hé, hey, geen onderwerp, hij is verborgen. Dit is de hij-vorm. Zie je? Kan je gelijk invullen. Hé, hey, een werkwoord, drie stamletters en een ta. Hé, hey, die ta betekent jij tegen een man. Hé, hey, hier geen ta, maar toe. Toe betekent ik. Zie je? Alleen wat betekent fatah, fatah of fataha? Ik heb geen idee dat kan zijn. Hij kwam binnen, hij ging eten, hij ging drinken, hij ging klimmen. Ik heb geen idee. Daar heb ik mijn woordenboek voor. Als ik in mijn woordenboek kijk, dan staat er het werkwoord fataha betekent komt van openen, iets openmaken. Nou, dit zijn werkwoorden in de verleden tijd. Dus ik ga het hier allemaal vertalen met verleden tijd. Hij opende, jij opende, ik opende. Zo makkelijk is Arabisch. Zie je? Dus hij opende, hier ga je invullen. Jij opende en hier ga je invullen, ik Opende. Zo makkelijk is het. Gaan we naar volgende. Maar ik ga het jullie niet te makkelijk maken. Ik ga heel langzaam scrollen. Kijk, zo. Ik heb, het, ik heb de volgende drie werkwoorden. Nazara, Nazarta, Nazartu. Jullie zeggen allemaal drie stamletters. Hier is eerste stamletter. Hier is tweede stamletter. Hier is derde stamletter. Hier is eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Hé, hey, ik zie hier alleen maar drie stamletters. Dit is dus hij-vorm. Want bij hij-vorm is het onderwerp verborgen, je ziet hem niet. Hé, hey, ik zie hier drie stamletters en een ta erachter. Hé, hey, ta staat altijd voor jij. Even kijken hoor. So. Jij. Puntje, 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 puntje. Hé, hey, ik zie hier drie stamletters staan. En toe. Hé, hey, toe staat altijd voor ik. Puntje, 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 puntje. En hier ook bij hij moeten we ook puntje, puntje, puntje zetten. Puntje. Nee, dit is komma. Puntje, 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 puntje. Oké, okay. nu gaan we ons woordenboek erbij pakken. Wat betekent dat, Nazara? Betekent dat klimmen, uh, springen? Dan zien we staan. Nazara komt van kijken. Oké, okay, kijken. Maar dit zijn werkwoorden in de verleden tijd. Dus, ik ga het zo vertalen met: hij keek. Zie je? Hij keek. Nou, nu ga ik een beetje naar beneden scrollen. Kijk, dat heb ik al hier ingevuld. Hij keek. Dan gaan jullie de rest invullen. Jij keek. En hier, ik keek. Zie je? Ik keek naar de maan. Jij keek naar de maan. Hij keek naar de maan. Goed, dan gaan we naar het volgende. Ik ga het jullie niet makkelijk maken. Zo. ha, drie stamletters. Masahta, drie stamletters, plus een onderwerp erbij. Mashtu drie stamletters, plus een onderwerp erbij. Nou, jullie zeggen hier alleen drie stamletters, dus dit is de hij-vorm. Puntje, 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 puntje. Masahta, hé, hey, die ta staat voor jij tegen een man. Puntje, 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 puntje. Masahtu, hé, hey, die tu staat voor ik. Puntje, 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 puntje. Nou, nu vragen jullie af, wat betekent dat masaha? Pakken we ons woordenboek erbij? Daar staat de masaha komt van uh, wrijven. Wrijven. Soms wordt het ook gebruikt voor. Ik, uh, hoe noemen ze dat? Weet je wat de mummies deden? Balsem. balsem. Dus gingen ze eerst die huid inweken. En daarna gingen ze het inwikkelen met uh, verband. Zodat die huid mooi blijft. Want die mummies dachten, of die Egyptenaren dachten later: je wordt weer tot leven gewerkt. En dan gingen ze ook hun goud in hun tombe zetten. Als ze weer levend worden, dan hebben ze al hun goud bij hun. Maar kijk, Allah leert ons heel anders. Allah zegt: Nee, als jullie dood zijn, zijn jullie dood. Jullie ziel wordt eruit gehaald. En dan vervolgens later ga ik uit jullie restanten jullie weer herscheppen. Zie je? Dus masaha betekent vegen, wrijven. Uh, nou, dan moeten we het werkwoord vertalen naar het uh, verleden tijd. Sorry, naar het verleden tijd. Dan staat er, hij veegde. Masaha, hij veegde. Masahta, jij veegde. Masahtu, ik veegde. ja. En zo ga je verder. Kataba, drie stamletters. Hij schreef. Kataba komt van schrijven. Maar we moeten het vertalen naar de verleden tijd. Katabta, jij schreef. Nu vraagt iemand, wow, hoe weet je dat zo snel dat het jij was? Dan zeg je, kijk, ik zie het aan die ta. Katabtu, ik schreef. Wow, hoe weet je dat zo snel? Dan zeg je, het is niet zo moeilijk hoor. Je kijkt gewoon naar de laatste letter. Er staat toe. Je ziet drie stamletters. En dan zie je toe. Die toe betekent ik. En katab komt van schrijven. Dus ik schreef. Want we, dit is de verleden tijd. Tegenwoordigheid gaan we later behandelen hoor. Die, die heeft andere kenmerken. Nou, en dan gaan we naar de volgende. Kijk, ik heb een opdracht hier daarbij gedaan. Ik heb het Arabisch geschreven en ik wil jullie niet beledigen. Dus heb ik de hulpklinkers weggehaald. Zie je? Want jullie kunnen al Arabisch. Nou, mijn vraag aan jullie is de volgende. Plaats de ontbrekende klinkers, onderstreep de drie stamletters en omcirkel het onderwerp. Indien verborgen, dan duidelijk vermelden. Als je zegt, hé, hey, ik zie het onderwerp niet, dan moet je dat wel even expliciet erbij vermelden. Van, hé, hey, het onderwerp is hier onduidelijk, hij heeft getinte ramen, dus daarom kan ik hem niet zien. Nou, eerste, letter A. Plaats de ontbrekende klinkers. Hé, hey, ik zie alleen drie stamletters, dus dit is hij-vorm. Kijk, en dat zie je ook gelijk aan de vertaling. Zie je dat? Hij. Dus, de hij-vorm. Daar krijgt de dus drie stamletters. Alle drie fatha. Para'a. Opgelost. Onderstreep de drie stamletters. Nou, stamletter 1, stamletter 2, stamletter 3. cirkel het onderwerp kan niet. Nou, dan duidelijk vermelden. Dan zeggen we hier: Verborgen. Oftewel: Moestatir. tir. Ik leer jullie gelijk de Arabische benaming erbij. Ja, onderwerp is verborgen. Hoe zeg je onderwerp? Fa'il. En fa'ilu, hoe? Dus wat fa'il betekent, onderwerp. Ja, en als ik die hoe erachter plak. Dus fa'ilu. Hoe, dan krijg je die hoe erachter. Betekent zijn onderwerp. Zie je? Zijn onderwerp. Geen zorgen, ik ga het opschrijven. Verborgen zeg je: Moestatir. Moestatirun. Moestatir. Mustatir. mustatir betekent verborgen. Fa'il. Fa'il. Betekent onderwerp. Nou, als ik hierachter hoe plak. Hoe betekent zijn? Die hebben we vandaag geleerd. Hè? Zo waren we daarboven tegengekomen. Op de vorige bladzijde. Fa'il. Doe ik hoe erachter dan krijg je. Fa'ilu. Hoe. Fa betekent zijn onderwerp. Onderwerp kort ik even af. ja? Nou, zijn is die hoe. Ja? Dus in het Arabisch zegt ze zo. Fa'iluhu, zijn onderwerp, Mustatir, is verborgen. Oh, je kan het niet zien, zeg je nee. Maar wat kunnen we dan veronderstellen? Wat kunnen we dan fantaseren, inbeelden? Dan kan je inbeelden dat het een hij is. Bij Qara'a kan je je inbeelden, je kan het onderwerp niet zien, maar je kan je inbeelden dat het een hij is, een mannelijk persoon. Een mannelijk persoon zit achter de stuur. Dus dan zeggen ze dat zo in het Arabisch. Fa'iluhu, Mustatir. Zijn onderwerp is verborgen. Taqdiruhu. Zijn veronderstelling is. Hua. Hua betekent hij. Zie je? Hua betekent hij. Zo zegt ze dat in het Arabisch. Dus zou ik dat in het Arabisch opschrijven? Dan zeg ik het zo: Fa'iluhu. Fa'iluhu. Mustatir. Mus-ta-ti-run. Koma. Taqdiruhu. betekent zijn veronderstelling. Dus wat je je kan inbeelden. Taqdiruhu. Hoe is huwa? Zie je? Zo. Zo zegt ze dat in het Arabisch. In de Arabische uh, uh, boeken of uh, uitleglessen. Fa'iluhu ja? mustatir. De onderwerp is verborgen. Oké, okay, wat kan ik me dan inbeelden? Takdiruhu, zijn inbeelding, zijn veronderstelling is dan huwa. Het is een hij. Een hij die het onderwerp is. Maar ja, zo gaan we dat niet doen. Ik wil het gewoon jullie één keer laten zien. En that's it, yeah? ja. Wat wij gewoon gaan doen is, als wij het onderwerp niet zien, dan zetten wij hier gewoon erbij. Even kijken, dit haal ik gewoon weg. Zo, dan zetten wij gewoon erbij. Verborgen, verborgen, slash, mustatir. ja. De term mustatir wil ik jullie wel alvast leren, ja. Goed, nou, hier, wat kan hier staan? Dan zeggen jullie twee mogelijkheden. Hier kan staan, qara' ta, of qara' tu. Twee dingen kan er staan. Nou, in de vertaling zie ik staan ik. Dan moet ik kiezen voor, Toe, want toe betekent ik. Dan gaat deze, fatha, weg. Zie je? De drie stamletters hebben fatha, fatha en een soekoen op de derde stamletter. Als jij een duidelijke onderwerp heeft, hebt, dan heeft de stamletter ervoor een soekoen. Altijd, ja? Kara, toe. Zie je dat? Hier, precies hetzelfde, maar niet meer ik, maar jij las. Oh, dan is het kara. Nou, drie stamletters uh, onderstrepen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Het onderwerp omcirkelen. Nou, dat is dit. Dit is het onderwerp. En dit is het onderwerp. Zo, deze moet ik even zo duidelijk maken. Goed, gaan we naar de volgende drie. 1, 2, 3. Betekent alle drie schreef. Hier staat hij schreef, hier staat ik schreef, hier staat jij schreef. Nou, deze is makkelijk. k tab Hier staat ik schreef. Hé, hey, bij ik is het toe. Zie je? En dan staat er k-tab. De derde stamletter heeft dan sukoon. K-tab-toe. En hier staat precies hetzelfde. K-tab, maar ta. Waarom ta? Omdat hier staat jij. Nou, dan gaan we nu drie stamletters onderstrepen. Kaf, ta, ba. Oh sorry. Uh, Kaf, ta en ba. Dat kan wat duidelijker. Hier ook. Kaf, ta en de ba. Drie stamletters. Kaf, ta en de ba. Zie je? En dan moeten wij het onderwerp omcirkelen. Nou, hier kan dat niet. Dus hier ga ik zeggen verborgen. Met andere woorden. Mustatier. Mustatier. Hier kan ik het wel mooi omcirkelen. En hier ook. Dit is het onderwerp. Drie stamletters met zijn onderwerp. Drie stamletters met zijn onderwerp. Drie stamletters ook met zijn onderwerp. Maar de onderwerp is verborgen. Sommige mensen zeggen het onderwerp is er niet. Dat kan niet. Als je een auto ziet rijden en er zit geen bestuurder in. Dan is dat dramatisch. Kan niet. Als je een auto ziet rijden. Ook al kan je de bestuurder niet zien. Om wat voor reden dan ook, er zit altijd een bestuurder erin. En nu niet gaan roepen van ja, je hebt nu ook zelfrijdende auto's met Tesla en al die andere dingen. Dat, dat, dat gaat allemaal. Uh, we doen even alsof we nog twintig jaar terug zijn in de tijd. Ja? Goed, gaan we naar volgende. Volgende drie werkwoorden. Noen, Saad en de Ra komt van helpen. Nou, Hier staat hij hielp, hier staat ik hielp, hier staat jij hielp. Goed opletten, hè? Hier staat Na, Sa, Ra. Dit zijn de drie stamletters. 1, twee, drie. Eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Onderwerp is er wel, maar verborgen. Dus dan zet ik hier verborgen. Met andere woorden... Mag ik hoor, verborgen? Met andere woorden, moest de tier Oké. Okay. Hier staat ik hielp. Oké, okay, dus dan moet ik hier een damma zetten. En dan deze krijgt fatha, deze krijgt fatha. Maar de derde stamletter krijgt soekoon. Na sartoe is hielp. Noen is eerste stamletter. Saad is tweede. En de ra is de derde. En dan kunnen wij het onderwerp zien. Ja. Nou, om circo het dan. Dat is die toe. Gaan we naar het volgende. Jij hielp. Oké, okay, nou, dit is ook makkelijk. Na, sar, ta. Niet toe, maar ta. Dan gaan we de stamletters onderstrepen. Eerste stamletter. Tweede stamletter. Derde stamletter. En kunnen we het onderwerp zien? Ja. Nou, dan plaatsen we hier een cirkeltje. Dan gaan we naar het volgende drie. Zahaba. Hij ging. Zo. Drie stamletters. Eerste stamletter. Tweede. Derde. En het onderwerp is er wel, maar het is verborgen. Met andere woorden, mustatir. Ja? Volgende. Ik ging. Hé, hey, dus ook makkelijk. Ik ging is met een toe. Dus zahab. Toe. Eerste stamletter. De zal. Tweede stamletter. De ha. Derde stamletter. De ba. Kunnen wij het onderwerp zien? Jazeker, dan gaan wij die omcirkelen. Nou, dan gaan we naar het volgende. Jij ging tegen een man, Hé, ook makkelijk. Eerste stamletter, fatha, fatha, soekoon. En dan jij, dat is een ta. Dan gaan we de drie stamletters onderstrepen: 1, 2, 3. Kunnen wij het onderwerp zien? Jazeker, dan gaan wij die mooi omcirkelen. Ja? Oké, okay. oh, nog meer oefeningen. Volgende drie. Hij waste. De, nou, deze is makkelijk, hè? Hij vorm is makkelijk. Fatha, fatha, fatha. Ghassala. hij waste. Eerste stamletter. De ra. Tweede stamletter. De sa. En de derde stamletter. De la. Het onderwerp, is die er? Jazeker. Kunnen wij hem zien? Nee, want hij is. Verborgen. Met andere woorden, mustatir. hier. Zie je dat? Nou, volgende. Ik waste. Nou, ik is altijd met een toe. Dus, ga to. toe. Deze is de eerste stamletter, deze is de tweede stamletter, deze is de derde stamletter. Kunnen wij het onderwerp zien? Jazeker, dan graag omcirkelen. Volgende. Jij was de... Hey, jij is met een ta op het eind. Dus, gasel, ta. Nou, eerste stamletter. Tweede stamletter. Derde stamletter. Kunnen wij het onderwerp zien? Jazeker. Hoppakee. Volgende drie. Hij-vorm is makkelijk, hè? Da, ga, la. Hij kwam naar binnen. Eerste stamletter. Tweede stamletter. Derde stamletter. Het onderwerp is die er? Jawel. Kunnen wij hem zien? Nee, nee. Dus dan zeggen we: Het onderwerp is verborgen. Met andere woorden, mustatir. Mustatir. Ja, zeg, maar, zeg mij maar na. Mustatir. Mustatir betekent verborgen. Volgende. Ik kwam naar binnen. Ik is uh, met een toe. Dus, de gal. Eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Zien wij het onderwerp? Jazeker, dat is de toe. Volgende. Jij kwam naar binnen. Hé, hey, jij, dat is met een ta op het eind. Zo, dus dagalta. Nou, de daal, eerste stamletter. De ga, tweede stamletter. En de la, derde stamletter. En dan is die ta uh, het onderwerp. Gaan we naar volgende. Volgende drie, ja? Nou, die hijvorm is makkelijk, hè? Daraba. Stamletters. 1, twee, drie. Is het onderwerp er? Jawel. Kunnen wij hem zien? Nee. Waarom? Want hij is verborgen. Met andere woorden, mustatir. Gaan we naar de volgende. Ik sloeg, hé, hey, ik is makkelijk. Dat is met een toe op het eind. Dus, darab, toe. Eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Zien wij het onderwerp? Jazeker, graag omcirkelen. Hoppakee, makkelijk. Jij sloeg tegen een man. Hé, hey, jij is mannen, ma makkelijk, dat is gewoon met een ta op het eind. Dus, barab ta Eerste stamletter, tweede stamletter, derde stamletter. Zien wij het onderwerp? Jawel, graag omcirkelen. En zo gaat het steeds verder. Broers en uh, of, uh, beste kijkers, het is heel makkelijk. Het is niet moeilijk. Het is gewoon een kwestie van veel herhalen. Uh, hij ging naar buiten. Hij vorm is makkelijk. Garaja. Stamletters. Eerste stamletter. Tweede stamletter. Derde stamletter. Is het onderwerp er? Jawel. Zien wij hem? Nee. Waarom niet? Want het is verborgen. Met andere woorden, mustatir. Volgende, ik ging naar buiten. Hey, ik is makkelijk, dat is een toe op het eind. Dus garaj toe. Let op, hè? als je een onderwerp hebt die zichtbaar is, dan heeft die derde stamletter soekoen. Garaj toe. Hier ook, hier zien we ook het onderwerp, dus deze jeem heeft een soekoen. Alleen hier staat er jij ging naar buiten, dus hier staat garaj te. Nou, stamletters, garaj. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zien wij het onderwerp? Jawel, dat is hiertoe. En hier is dat de ta. Nou, dus nu hebben wij een beetje kunnen oefenen, ja, met de werkwoorden. En later gaan wij deze werkwoorden nog uitbreiden. Hè? Wij gingen, uh, jullie gingen, zij gingen. Hoe zeg je dat? Dus nu hebben wij drie vormen geleerd: hij, hij jij en ik. We moeten nog een aantal vormen leren van werkwoorden, maar langzamerhand gaan we ze uitbreiden. Even kijken. Zo. Uh, ja, helemaal ja, goed. We gaan naar het volgende punt, nummer 6. Wat gaan we allemaal tegenkomen in les 10? We hebben geleerd dat vrouwelijke namen geen tenmin krijgen. Bijvoorbeeld Aminatu of Mariamu. Dat zijn vrouwelijke namen, die krijgen geen tenmin. Mannelijke namen, die eindigen op een Bulta krijgen ook geen tenmin. Kijk, Muawiyatu, Osamaatu, Hamzatu. Als je stopt, dan spreek je die TA uit als een H. Want dit is geen normale TA. Dit is een TA Marbuta. TA Marbuta wil zeggen een TA die opge opgerold is en, en het gedraagt zich een beetje anders. Namelijk, het verliest zijn T-klank als je gaat stoppen. Die T verandert in een H. Dus je zegt muawiyah, Osama, Hamza. Ja? Nou, heb je mannelijke namen die TA Marbuta hebben? Dan moet je die tenwien weghalen. Dus er is een hoofdregel. Alle namen, of het nou mannelijk of vrouwelijk zijn, alle namen met een ta, marbuta tenwien weghalen. Ook al zijn het namen van steden. Nou, een hele mooie stad, de mooiste stad, is Makkah. Dat schrijf je zo. Nou, nu is mijn vraag. Makkah, is dat met een tenwien of zonder tenwien? Dan zeggen jullie omdat Makkah een naam is die eindigt op een ta marbuta, dan moet de tenuïn weg. Want alle namen in het Arabisch met een ta marbuta, moet de tenuïn weggehaald worden. Dus zo zeg je dat, makka, zo schrijf je dat. Makkah toe. Makkah. Ja? Goed. Nummertje 7. Het woordje ma'a betekent met of samen met. Zo kan je ook vertalen. Om het verschil tussen ma'a en inda goed te kunnen begrijpen, dien je het volgende te onthouden. Wanneer je zegt, al-mudarrisu inda al-mudiri, dan vertaal je dat zo. De leraar, inda, is bij al-mudiri, de directeur. En het woordje inda geeft altijd kassara, ja? Tenzij het woord onveranderbaar is, hè? Maar het woordje mudiri is gewoon veranderbaar, nou dan moet je gewoon kassara geven. Want dit is zarf, en dan is het mudaf ilayh. De leraar is bij de directeur. Dan betekent dit dat de leraar naar het kantoor van de directeur is gegaan en met hem daar is. Maar wanneer je in plaats van inda, ma'a zegt, al mudarisu ma'a al-mudiri, uh, dit heeft deze beperking niet. In deze zin kan hij met de directeur op elke willekeurige plek zijn. Ja? Merk op dat na het woordje ma'a. Uh, de volgende woord i krijgt, ja. maar geeft ook kasra aan het volgende woord. Zo. Nummertje 8. Bil jamiati. Jami'a betekent universiteit. Jami'a. Dit zo. Jami'a. En het andere woordje is bi. Nou, bi geeft kasra aan het volgende woord, ja. Bi. Bi geeft kasra. Fi geeft kasra. Uh, li geeft ook kasra. Lee. Nou, we leren hier bi. Jamiati betekent universiteit. Betekent in de universiteit. Bi is een voorzetsel dat bij of in kan betekenen. Merk op. Al jamiatu, de universiteit. Al islamiyatu, de islamitische. Kijk, dit is man'oud en dit is na'at. Deze twee horen bij elkaar. Dit is een bijvoeglijke naamwoordconstructie. De universiteit de Islamitische, oftewel de Islamitische universiteit. B. Hé, hey, ik zie hier bi staan. Zie je dat? En bi geeft een kasra aan het volgend woord. De Islamitische universiteit. Bi in Madina til Munawarati. Bil Ma Munawarati. Madina betekent stad, Munawarati betekent verlichten. Dit is ook een bijvoeglijk uh, naamwoord samenstelling. Zie, die horen ook bij elkaar. Man'oud en naad. Nou, het gaat om bi. Dus ik hou die kadertjes weg, ja. Dus uh, het gaat om het woordje bi. B geeft kasra. En bi betekent soms in. al jamiatul Islamiyatu, bil-madina til-munawwarati. De islamitse universiteit in Madina al-munawwara. En zo hebben wij toch ook in het Nederlands. We kunnen zeggen in Den Haag. Maar we kunnen ook zeggen te Schravenhagen. Dan zeggen we te. Zie je? In plaats van in. Goed, nummertje 9. In les 1 hebben we geleerd dat maar wat betekent. Maar dit woord wordt ook gebruikt als een ontkennend partikel. Kijk, dit ga ik even weggummen: Indi, ik heb, seyara toen, een auto. Let op, ik zeg niet li toen. want li wordt gebruikt voor lichaamsdelen en relaties. En inda wordt gebruikt voor bezit. Uh, niet bezit, maar voorwerpen. Indi toen. ik heb een auto. Maar als ik zeg, ma indi toen. dan wordt dit onkennend. Ik heb geen auto. Dus het woordje ma betekent niet alleen wat. Het woordje ma wordt ook gebruikt als onkennend partikel. Goed? Dit gaan we ook tegenkomen in les 10. Wat gaan we nog meer tegenkomen? Dat zijn een aantal nieuwe woordjes. Wahidun betekent één. Al-Fata betekent de jonge man. Zie je? En alle woorden die eindigen op A die zijn onveranderbaar. Hè? Die veranderen niet. Al-Tiflu, het kind. Al-Zamilu. Zamilu kan betekenen je collega of klasgenoot. En az Azoujo kan betekenen echtgenoot of echtgenote. En soms gebruiken ze voor de echtgenote. Een uh, echt een specifieke vorm, dat is zo. Azo, ja, en dan toe erbij, die tamerbuta voor vrouwelijkheid. Azojatu betekent alleen echtgenoten. En azojo kan twee dingen betekenen: de echtgenoot of de echtgenoten. Dan kijk je gewoon naar de context, ja. Nou, dit is dus wat we allemaal gaan tegenkomen in les 10. We gaan dan overswitchen naar het Arabisch tekstboek, naar les 10. Maar dat neem ik dan op in een apart filmpje, omdat dit filmpje al best wel lang is geworden. Ja? Goed, nou, heel veel succes. En dan uh, zie ik jullie bij het uh, volgende filmpje. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.